Dit is de Forza 7. Dit is de zevende auto die ons team heeft gebouwd. En het speciale aan deze raceauto is dat hij rijdt op waterstof. Waterstof slaan wij op in deze tank die je achter mij ziet. Er zit ongeveer 1,5 kilo aan waterstof in. En dit wordt vervolgens omgezet in elektriciteit en water. Het grootste voordeel is dat je het weer kan tanken zodra het op is. Het tweede voordeel is dat je op waterstof op het moment veel verder kan rijden dan op batterijen. Op batterijen haal je ongeveer 350 kilometer, waar je op waterstof al snel 500 kilometer kan rijden. We gaan met deze auto uiteindelijk racen tegen brandstofauto's in de Supercar Challenge. Dat is de grootste racecompetitie in de Benelux. En daar zullen wij starten tussen de brandstofauto's om te laten zien dat waterstof een technologie is die bestaat en die ook vooral leuk en spannend is om te gaan gebruiken in de raceindustrie. Voordat wij in augustus gaan racen in de Supercar Challenge, moeten nog een paar dingen geperfectioneerd worden aan de auto. Er moet erg veel getest worden om te kijken of het systeem stabiel is. Verder moet er nog een extra brandstoftank in om de range nog meer te vergroten. En we zullen ook wat redesigns doen aan de supercondensatoren. Aan de ene kant vinden mensen het heel erg gaaf dat wij rijden op deze nieuwe techniek. Aan de andere kant zijn er mensen soms sceptisch, omdat mensen toch het geluid van een brandstofmotor verlangen. En onze auto maakt een ander geluid. Geen knetterend motorgeluid meer, maar meer een constant gezoem eigenlijk. We verwachten dat we in ieder geval mee kunnen komen, maar het is nog helemaal zien wat het resultaat gaat zijn. Het is nog nooit gebeurd namelijk dat een elektrische auto meereest tussen de brandstofauto's. Dus we zullen het moeten zien. Ik hoop op een goed resultaat.